Wim, 2 of 3, hoe zit het? Ja, op de meet 3, maar in principe ben ik Bas van der Kooi zo goed als voorbij. En, hij gaat op rechts aan en hij eindigt op links. Volgens mij is dat niet helemaal reglementair sprinten. En, ik vond dat gewoon niet netjes. En het is omdat het voor plek 2 is dat je er wel... Dat het wel oké is, maar ik vond het niet kunnen. En jury ging er naar kijken en wat ze meedoen weet ik niet. Maar als het maar in ieder geval gezegd wordt dat het niet kon. Je was ook aardig boos over de finish. Ja, ik vind het is gewoon bewust iemand de hek in rijden. Dat doe je gewoon niet. Ik bedoel, je mag best een beetje blokken, maar op een gegeven moment kun je er ook over gaan. Mooi om je weer op het podium te zien. Ja, ik begon wat beter te rijden. Ik begon Wim Hendricks trofee gelijk goed. Ja, en toen kreeg ik even een stevige griep te pakken. Ja, en dat sukkelde langer door dan verwacht. En afgelopen woensdag in Puivelde, in kermiskoers, ging het al wat beter. En vandaag, ik voelde eigenlijk vanaf het begin dat het wel goed ging. Wat was het voor koers? Vooral dat buitje aan het eind, deed dat nog veel met het koersverloop? Ja, weet ik niet. Het moet vooral een beetje opletten dat hier grote groepen weg gaan rijden. Dat gebeurt meestal ook. En dat zag je vandaag ook weer met springen. En op een gegeven moment hadden we een beetje de slag gemist, dus moesten we rijden als ploeg. Maar ik denk dat we het uiteindelijk goed opgelost hebben. Ook al zaten we eigenlijk met één mannetje te weinig mee, hebben we het met het podium best wel goed gedaan, denk ik. Maar er bleef nog één man voorop, René Hooghiemster. Oh, een sterk staaltje wat hij daar liet zien. Ja, zeker. Ik zei al tegen hem, ik zeg, het wordt een beetje een oud podium zo. Hij is al 30 plus, ik 30 plus, dus 30 plussers doen het goed.